Welkom terug bij Mist Uru met Jean Genie. Ik heb een computer gevonden waar ik het weer op kan spelen. Dus ik wil doorgaan met deze gameplay. De laatste keer ben ik hier gestopt. We zijn ergens hier vandaan gekomen. Even kijken. Volgens mij daar vandaan gekomen. Oh, dametje. Volgens mij zijn we daar vandaan gekomen en we moeten nu hier naar binnen. Dus ja, daar hebben we gesaved, dit plekje daar. We zijn toen opgesprongen en nou goed, ik ga weer in F1 mode, want het is voor mij makkelijker. En we gaan even een beetje die kant op. Kijken wat we hier hebben. We hebben een schilderij. Gaan we even naartoe wandelen. Dat gaat ook hartstikke lekker allemaal. Oké, dat zijn vissen of zo. We zullen daar wel omhoog moeten, denk ik. Niet handig. Wat hebben we hier? Nou, ook weer een of andere kaart die we ook in zo'n kantoor vonden. Zo. Even kijken of we dat ding hieronder kunnen vinden. Nou, waarschijnlijk niet. Nou, het ziet eruit als het eiland waar we ons nu bevinden. Dus ja, we gaan de trap maar gewoon op. We gaan in ieder geval zover totdat we weer een nieuwe klas vinden. Ik vind de besturing nog steeds heel vervelend. Maar ja, we komen er wel. Uiteindelijk. We gaan de deur maar eens open doen. Jee, nou gaan we kijken waar wij terechtkomen. Gaan we rustig kijken en dat we niks gaan missen. Oh, daar is een hele bekende deur hier aan de rechterkant. Dit is de Journey deur. Dus ik heb het idee dat we al aardig aan het eind zijn. Daar hebben we een klas. Eens even kijken, is dit gewoon een licht? Ja, het is gewoon een licht. Goed, we gaan naar de Journey klas. Wel zo lang is geleden. Even kijken hoeveel vingers we hebben. Een herrie van je welste. Kijk, oh, wat hebben we hier? Hier hebben we iets. Even een beetje naartoe rennen. Oh, dat loopt heerlijk. Wow, wat hebben we hier? Dat is zo'n zeewezen. Ik wil eerst even rondkijken. Wauw. Nou, eens even hierheen kijken. Oké. Hoe werkte dat ook alweer? Oh, dat is alleen maar eruit. Dat is niet handig. Ah, we gaan omhoog. En we gaan opzij.
En ik denk dat deze namelijk ook met de zon mee moet. Maar ik heb echt geen flauw idee. Want voor hetzelfde... leuke vogel. Voor hetzelfde geld. Moeten we iets compleet anders hebben. Bijvoorbeeld de ingang. Maar dat lijkt me niet. Kijken of we nog hoger kunnen. We zullen iets moeten hebben en ik heb geen idee wat. Deze blijft... Oh, daar is de zon. Wacht eens even. Kunnen we de zon nog inhalen? Ik denk het dus niet. Even een beetje kijken. Wat hebben we hier? Daar hebben we nog een soort van ingang, lijkt me. De journey cloth. Kijk, daar is een ladder. Kunnen we hier nog eens even gaan kijken? Nee, op dit moment heb ik geen idee wat hier de bedoeling van is, dus... Hier is in ieder geval verder niks meer. Heel veel kans dat we gewoon met de baan van de zon mee moeten. Ik weet het eerlijk gezegd niet. Dus ik ga even wachten en kijken waar die... of het van invloed is. Ik weet niet hoe lang het nog duurt voordat hij komt. Volgens mij komt hij eraan. Wordt zo licht. Oh, we zitten veel te hoog. Ja. Nou, dat is duidelijk de bedoeling niet, want hij draait niet mee. En ja, dit lichtje hier, ik weet niet... Oh, hier doet het iets. Zouden we dan... misschien... iets naar beneden moeten halen of het ziet er ook niet naar uit alsof we omhoog kunnen. Maar. Dat is altijd een van de dingen van mist. Daar kom je pas al dus veel later achter wat je daar dan mee moet. Dus even kijken wat hij doet. Hij doet wel iets, maar ik weet niet wat hij doet. Moesten we hier iets... bijvoorbeeld... moeten we die zak naar beneden halen natuurlijk. Eens even kijken of we... ietsje lager... nog te hoog. Of moeten we die zak hebben? Ja. Daar ging dus wel iets naar beneden. Misschien nog.
Nog eentje horen. Waarschijnlijk. Nou goed. We gaan er even uit. En daar kunnen we ook iets doen. Sorry als het iets te lang duurt, maar ik weet verder echt gewoon niet hoe. We hebben net een beest gehoord hier. En hier is echt zo'n apparaat. Misschien. Zullen we een beetje geluk hebben? Zullen we een klein beetje geluk hebben? Dan kunnen we misschien wat doen. Daar. Zie je dat in de verte? Daar? Daar is iets. Volgens mij komt hij dichterbij. Oh, nee. Nee, dat was het enige wat we daarvan te zien kregen. Nou goed, we gaan even terug. Kijken wat wij eigenlijk hebben gedaan. Ik zit weer tegen de reling aan natuurlijk. Hè. Zo. We hebben daar iets van afgeschoten. Daar. Hup. Ja, sorry voor het heen en weer gewiggel. Zo werkt dat nou eenmaal. Voor mij in ieder geval wel. We kunnen daar gaan kijken, maar wat ik eerst wil gaan doen, natuurlijk, is hier kijken en zien. Oh, andere kant op, andere kant op. Ik zit vast aan de deur. Sorry. Oh, wacht even. Ziet er anders uit, hè? Kijk eens even. We kunnen er nog niet bij. Denk ik. Ofwel. We moeten toch nog verder. Zou ik die dan toch kapot moeten schieten? Ik weet het niet. We gaan nog even terug naar binnen. We gaan even aan het einde van de gang kijken. Dit zijn altijd spannende zaken. Als je zo'n spel speelt. En Myst is echt zo'n spel waarvan je van tevoren gewoon niet weet wat voor effect dingen hebben. Je weet alleen maar dat je dingen moet doen. Je moet zelf alles uitzoeken. Je moet zelf alles bij elkaar puzzelen. Je doet dingen, het werkt. En je doet dingen en het werkt niet. En ja. Soms is het gewoon. Aha. Ik denk dat het een beetje open. Ik wil eerst even kijken. Dit ding doet. En die doet het natuurlijk niet, want. Ik ben
bang voor dat als wij hier naartoe gaan. In ieder geval, ik hoop dat de geluiden niet al te hard zijn, dat mijn stem goed doorkomt. Hè. Dat is ook altijd wel een beetje een probleem. Ik denk dat we nog wat door moeten schieten. Dus ik ga het nog even proberen. In ieder geval. En ja, dit ding hier. Ik denk niet dat wij hier in kunnen. Ik denk het niet, maar goed. We gaan. Nog eventjes een beetje proberen. Eentje ietsje hoger, denk ik. Ik denk. Die. Dat zwarte ding daar. Ik zie hier wel iets van een draad. Ongeveer een indicatie. Moet zijn. Ja, daar gaat hij. Dat was hem. En als het goed is, moet er. Is er nou nog een of niet? Ja, volgens mij is er nog een. Daar. Oh. Ja, het is lastig. Een beetje lager. Ik weet niet. Of dat we dat wel of niet moeten doen, weet ik ook niet. Dat zit er echt naast. Hè? Ik weet het niet. Maar ja. Oh, de ladder is omlaag gekomen. Dat is mooi. Nou, dan gaan we er naartoe. We gaan de ladder beklimmen. Ik ga nog een keer voor de zekerheid de klof aanraken. Want mocht het misgaan en er is wat dan ook, dan kan ik in ieder geval hier weer naar terug gaan. Dan hoef ik niet meer dat hele andere te doen, terug te lopen.
kom. Lopen. Lopen. Jee, naar beneden. Kijken waar we zitten. Wauw. Wauw. Laten we even wat dingen bekijken. Ah, Journey Cloth. Nou, ik weet niet of we hier wat dingen aan kunnen raken, maar soms heb je dat gewoon, dat je dingen kan aanraken. Nee. We hebben daar in ieder geval een bureau. Ook mee met een landkaart erachter. Als je dat zo bekijkt. Aha. Even wat dichterbij, als dat lukt. Lukt dat? Kunnen we niet dichterbij komen? Nou, dat gaat blijkbaar niet. Oké. Okay. Of zit er gewoon een stoel tussen ofzo? Het is echt een beetje raar dat hij dat... Nou, dat wil hij niet. Hij wil het gewoon niet. Nee, hij wil dat gewoon niet. Maar goed, we gaan Journey Cloth doen. Dan kunnen we door de Journey deur. We kunnen daar verder niet bij, dus we gaan nog even verder. Even kijken wat er achter die andere deur zit. Eerst de kist te bekijken, het zal wel gewoon niks bijzonders zijn. Kunnen we niet openen. Niks. Oké, we gaan verder. We kunnen hier een trap af. We zitten nu in ieder geval in de laatste Journey Cloth, dus dat is heel handig. Wat gaan we doen? Oh! Kijk nou wat, we zijn hier. Oh! Goh, nou! We gaan door de Journey deur. Oh, dit is de verkeerde deur. Dat is echt stom. We gaan door de Journey deur en ja, natuurlijk, we moesten hier weer omhoog. Stom, hè? Maar ja, zo werkt dat soms. Shora, peace to you, mover of the least. Seven more journeys have moved you closer. I was seduced while in Dani. My humble darkness lasted only a short time before I began to bask in what I could do, what I could write. My gift, my path, the knowledge of my father and the dreams of my mother pierced a hole in the darkness, in the weakness. I was aware of my power, and I was proud. Whole worlds at my fingertips. It was the same with the Dani, the same cycle. Light opens the darkness. It takes, it uses, and it keeps.
The Denis found power in these books you used to travel. They were a gift from the Maker. These ages you traveled to were their ages. Remarkable places giving life and taking life. This shadow came over them, this shadow of light. For it was in their enlightenment that they considered themselves better, better than the least. And we were sad for them. Can you feel the Denis there? You've touched the remnants, the remains of their pride and power. Did you see the hidden caves and the cages? It is where the proud would keep the least. The least were only animals, after all. Animals that could link. They could be put to work or play. They could ease the burden of the proud and fill their free time with entertainment. Quietly as Denis slept, their lives were taken because the proud make the rules. This wasn't the first time such a blasphemy was part of Denis. The histories whisper of it, like Fatouk the Aether or King Asimlef. And even in this age, it may not be the last. Yeah, we see. The writing hides what's between the lines. These journeys are to help you travel between. The Bahra will be returned. These pillars are our journey. The return of the pillars is the return of the Bahra. The bringing away and the bringing back. Daar zijn we dus eerder geweest. Daar is dit teken ook weg. Het teken van hier. Ons staat dan nog één ding te doen. En dat is springen. De tweede pillar staat op zijn plek en ons rest nu nog twee werelden waar we de volgende keer uit kunnen gaan kiezen. Dat ga ik dus nu niet meer doen. Ik ga even mezelf er tussen plaatsen en ik loop er even naartoe. We kunnen de volgende keer kiezen uit deze. Of uit deze. Ik heb niet besloten welke. Dat zien we de volgende keer wel. In ieder geval voor nu stop ik ermee. Deze video. Ik denk dat het lang genoeg is geweest. En het heeft ook lang geduurd voordat ik kwam. Het is wel mijn bedoeling om deze gameplay helemaal af te maken. En we zien gewoon de volgende keer weer waar wij terechtkomen. Ik kan niet zeggen wanneer, maar ik ben blij dat dat spel in ieder geval weer draait. En dat is heel erg fijn. Voor mij ook. En ja. Jullie bedankt voor het kijken. Als je nieuwsgierig bent geworden, je hebt de anderen niet gezien, begin gerust bij aflevering 1, zodat je het hele verhaal volgt. We volgen nog steeds het pad van Yivia. Degene die je net hoorde praten is ook Yivia, de dochter van Atreus en Catherine. En ja, zij heeft de hoofdrol hier. Zij heeft ons laten zien hoe wij
Mensen van de aarde. Deze groep mensen hebben uitgebuit, gebuit. En feitelijk hebben mishandeld. Dus bedankt voor het kijken. En tot de volgende. Dag.